Sinds mijn laatste Eredivisie video zijn er weer meerdere infos komen uit onze Nederlandse trotse league in de vorm van T, Berghuis, Zoet en nog veel meer anderen. Op dit moment zijn er dus genoeg informs om een heel team te maken volledig met Eredivisie informs. Het enige probleem is, we missen een paar posities, we hebben geen linksback en daarnaast hebben we ook nog meerdere spelers die nog geen inform hebben op een bepaalde positie. Om die reden heb ik dus een beetje moeten rondspelen en krijgen we dus een team vol scheidbakkenvoetbal in de woorden van Gert-Jan Verbeek. We gaan kijken of wij het kunnen redden met onze 11 Eredivisie-spelers die niet op hun normale positie spelen. We gaan even kijken wat we gaan gebruiken. Op dit moment heb ik dus een inform Kluivert, maar op dit moment waren ook de Halloween Scream Boost aanwezig. En daarom heb ik dus Kluivert gepakt. En daarvan de Scream variant. Die is nu 36 algemeen. Die is toch al iets beter dan zijn 77 in vorm. Maar anders had ik die er ook nog wel bij gepakt. Vandaar dat hij dus een uitzondering is. En Labiat is ook in vorm. Maar die had ik dus als FUT Champions kaart. Wat ik vervolgens niet snap is waarom Gaston Pereiro 35k kost. Ongelooflijk voor een 31 algemeen in vorm. Maar goed, ik moest hem kopen. En we hebben dus ook 10 op CVM. Dat kan dus ook alleen maar goed gaan. 55 verdediging. En dat wordt dus nog een heel erg succesverhaal. Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk verschillende clubs erbij te pakken. Maar om de een of andere reden heeft EA flinke voorkeur naar PSV. En daarom hebben we dus meerdere PSV-informs. Maar ik heb ook dus Berghuis en Labiat met T. En ook nog een paar Ajax-informs. Daarom hebben we dus een mooie mix van verschillende Eredivisie-spelers. Die dus gaan proberen om een paar potjes te winnen met dit scheidbakkenvoetbal. Vergeet de video niet alvast te liken natuurlijk. En ook te abonneren als je het niet gedaan hebt. En dan gaan we maar eens kijken wat we gaan doen. Ook ben ik weer gekwalificeerd voor de Weekend League. En misschien ben ik van plan om weer eens een keertje Weekend League te gaan livestreamen op YouTube. Om te compenseren dat ik momenteel wat minder upload. Want het Spaanse leven kost me heel veel moeite. En ik ben heel erg druk bezig met universiteit. Jullie gaan er nog achter komen. En laat ik dat te zijner tijd al weten. We gaan maar snel door de eerste tegenstander. Hopelijk een leuk team. En ook een verslaanbaar team. Omdat dit team dus niet de beste verdediging heeft. Je weet gewoon eigenlijk nu al dat het helemaal fout gaat. Onze tegenstander heeft een volledig Calcio A-team. Een paar spelers van het team op de group stage. Ik ben dus heel benieuwd. Maar ik verwacht niet dat ik hier heel makkelijk van ga winnen. We blijven in-game lekker 3 at the back spelen. Hopelijk werpt dat zijn vruchten af. En hopen dat ik dus niet zo'n enorme lag heb waar het op lijkt in de eerste paar seconden. Anders kan je nog een beetje moeite hebben tegen deze tegenstander. En daar heb ik niet zo'n zin in. Nou, daar komen we dan met onze verdediging. De Ligt, of het is T uiteindelijk. Ik dacht dat de Ligt was, maar het is T die daar de bal even ze tussendoor haalt. De verbinding is niet best, jongens. We moeten dus proberen het beste van te maken. Pereiro, pas maar door naar Labiat, door naar Kluivert. En Locadia, 1-op-1. En die maakt hij af. De keeper is kansloos. En ons team staat hier gewoon 0-1 voor de 6e minuut. Verbinding met de tegenstander verbroken. Hij kan hem niet aan. En ze hebben dus het hoogste cijfer van Locadia. Die ook een goede verdedigende actie heeft gemaakt. En onze eerste overwinning is al in de tas. Jongens, het Spaanse internet strikes again. Ik ben ondertussen al 10 minuten aan het proberen om een potje te vinden. Het duurt heel lang, dan vind ik een tegenstander. Dan zien ze de naam van mijn team en dan gaan ze weer weg. Het is eventjes een moeizaam experiment. Maar we gaan ons best doen. We moeten die tweede tegenstander vinden. Want ik wil nog eventjes het bewijs leveren. Dat we ook met een volledig Eredivisie vorm team. Waarbij de sommige spelers uit positie zijn. Dat je daarmee toch heel erg goed kan spelen. Ik heb daarom dus ook de beoordeling een klein beetje omlaag gehaald met de bronzen bank. Want zo is het toch iets makkelijker voor tegenstanders om te zeggen. Yo, ik ga toch even potje spelen. Krijgen we nu dan een man. Deze man, Ealing Chicken. Accepteer de wedstrijd. Kom op, dan kunnen we het tweede potje spelen. Ook was de vertraging af en toe een beetje goed. Af en toe een beetje minder. Ik hoop dat het in game wel een beetje meevalt. Kom op, accepteer en we kunnen naar de tweede wedstrijd. Let's go, kom maar op. Ik wil kijken wat zijn team is. Hopelijk dus ook een goed team. Het is een teampje volledig Premier League. Niet heel verrassend. We krijgen in de spits dus in van Lingard. Voor de rest allemaal normale kaartjes. We gaan kijken wat deze tegenstander kan brengen. Dit voorspelt al heel veel goeds. Dit ronddraaiende balkje. Hopelijk kunnen we al de wedstrijd starten, zou wel zo fijn zijn. Maar op dit tempo schiet dat niet echt op. Kwoppie, laat me spelen. Verbinding met tegenstanders verbroken. Kom op. Nee, je hebt nog steeds geen tegenstander. Nou, dan gaan we de zoektocht maar weer verder zetten. Het duurt zo lang. Volgende poging. Een apart team, een keertje La Liga team. We hebben dus ook Was in vorm op complete verkeerde positie. Een paar leenspelers. Dit moet toch in principe wel te doen zijn. Oké, kom maar door. Berghuis. Paasje op Locadia, uiteraard. Komt hij bij Lozano terecht in de rebound. Haalt verwoestend uit, maar Neto weet hem te stoppen. Maar dit is een wedstrijd die we in principe moeten kunnen winnen. Pereiro heeft ook ziek goede koppen. Dat laat hij hier ook zien. Arias staat hier op het middenveld. Is eigenlijk onze verdediger. En dat is belangrijk. Maar hier komt gelukkig niet een restteam kan onderscheppen. Heel veel ruimte voor Kluivert. Komt 1-op-1 met de keeper. En dit moet in principe een doelpunt zijn. Kom maar door. Waarom is hij er niet in gegaan? Kom op. Tweede kans. En ook die gaat er niet in. Hoe kan dit? Kom op. Oké, Kluivert. Paasje door. Dat is lekker. Lozano. Wat gaat hij ermee doen? Uiteraard de bal voor zich uit dribbelen. Kluivert. Haal maar uit. Tweede kans. En deze gaat er wel in.
Het is dan Justin Kluivert met momenteel de stats van de baby-icon van Patrick Kluivert. Hij scoort de 1-0. Nou, net een grote kans hebben gemist. En dit is lekker, want momenteel is de kick-off glitch gefixt. Dus we krijgen hier niet meteen een doelpunt via een aftrap van hem. Zorg dat we de bal goed bij ons houden. Lozano, wat ga je ermee doen? Natuurlijk naar Neres. Labiat met 5 sterren weak foot. Belangrijk, maar als hij de bal verspeelt is de kans heel erg verkeken. Hier komen dan. Lozano, kom maar terug. En dit moet het doelpunt zijn. Kom maar door. Neto is kansloos. Want we komen 1 op 1 met Lozano. En die weet hoe hij daarmee om moet gaan. Het is de 0-2. En de verdubbeling van de score. Kluivert, lekker man. Kom maar naar Lozano. En Nico Kluivert dan weer voor de 3-0. En dat is zeer zeker een feit. Neto kansloos. En we hebben gewoon een jantje gescoord zonder een doelpunt tegen te krijgen. Dit is toch wel echt de wedstrijd die ik heb willen zien. Ik moet zeggen, mijn team speelt eigenlijk relatief goed in de verdediging. Ik speel dus met 3 man achterin en voor de rest dan nog 4 man op middenveld en 3 man in de aanval. Maar ik merk er eigenlijk niks van dat ik met zo weinig man in de verdediging sta. Omdat eigenlijk de wingers heel erg goed meespelen in de verdediging. Ook vooral Neres en Pereira op het middenveld die de bal heel erg afpakken. Oké, Kluivert. Hoppa, skill movies. Hij komt er niet aan te pas. Mijn tegenstander had helemaal kansloos gespeeld. En dan kregen we gewoon bijna een kick-off goal. Maar uiteindelijk is het dan de paal die geraakt wordt door Kluivert die dan net zijn hat-trick niet scoort. Maar ik denk dat hij nog wel gaat komen. Eventjes rustig de bal behouden. En dan komt het vanzelf wel goed. Komt Kluivert, houdt die bal vast. Door naar de man die daar vrij staat. Het is Irving Lozano. En het is 0-4, jongens. We hebben helemaal geen kind aan deze man. Oké, Kluivert, kom maar door. Gaat hij zijn hat-trick scoren? Dat is de grote vraag. Hier krijgt hij een heel grote kans daarvoor. Haal maar uit. Neto kansloos. Het is de hat-trick van Justin Kluivert. Dit is wat we graag zien. 0-5. Tegenstander heeft al op start gedrukt. Betekent dit het einde van de wedstrijd voor hem? Blijkbaar niet. Oké, nou hij gaat dus toch wisselen. Nou, dan gaan we nog lekker door. Oké, verdedigend werk. Kom maar door. Neres die daar weer de bal lekker afpakt. Zoals ik net al zei, ze vervullen echt wel hun verdedigende plichten. En Locadio, wat ga jij dan vervolgens doen? Pas die bal maar lekker naar Pereiro. En die moet hier rennen. Hij is redelijk sterk ook. Dat kan je aan zijn kaartje zien. Wat gaan we tegenstander doen? Hij wil niet eens verdedigen. Nou, daar halen we gewoon uit. En scoren 0-6. Simpel. Nou, Kluivert, kom met goal nummer 4. Haal maar uit. Golasso. Nee, dan niet. Dan maar via Lozano. 0-7. En wordt dit nou gewoon een 0-10? We hebben nog 30 minuten. We gaan er gewoon volledig voor. En dat zou dan heel erg lekker zijn. Oké, verdedigend werk. Komt u maar. T, ga jij het dan doen? T met 60 verdedigen. De tackle is niet helemaal soepel, maar in de tweede instantie wel. De bal is er niet helemaal weg. Neres, stop hem. Dit zien we graag. Alleen Coutinho krijgt die bal toch nog gewoon naar zijn vingertoppies. Dus laat het zien. Kom, verdedigend werk. De licht. Nee, nee. We krijgen 1-7 alsnog tegen. Muriel die scoort. En het had niet gehoeven. Maar onze paas was niet soepel. 1-7. Hij scoort zijn doelpunt. En daarom dus helaas niet de score die ik wilde hebben. Maar ja, we moesten toch het tegendoelpunt op een punt incasseren. Oké, kom maar door. Vrije ruimte voor Berghuis. Nog een doelpuntje van Berghuis. Jazeker, 1-8. Dit is wel lekker. We hebben daardoor dus van alle clubs dan eigenlijk zowat iemand die gescoord moet hebben. Alleen VVV Venlo nog en Utrecht. En dan zijn we al heel erg goed op weg. Daar komen we weer. Lozano, kan hij gewoon rechtdoor rennen? Ja, want Umtiti stopt hem toch niet. Kom maar met Golasso nummer 9. En het is Lozano. 9-1, nog 1 doelpunt. We hebben in ieder geval de 10 doelpunten gescoord van onze kant. Want in totaal zijn er al 10 doelpunten gevallen. Het team is moe, boys. We krijgen een beetje moeite. Het team heeft moeite met de uitdagingsvermogen. Na komt dan Neres. Is linksbenig en kan deze dus inschieten voor de 10e. Het is Neres die de 1-10 erin schiet. En het doelpunt is gelukt. En mijn doelstelling daarmee ook. Neres komt ook op het scorebord. Wat er al redelijk imposant uitziet op het moment. Heel erg lekker. En hebben dus toch de 10 doelpuntjes gescoord. Nou, dit was zeker een lekker potje. 11 doelpunten totaal. 1-10 geworden. Wie is de man van de wedstrijd? Lozano en Kluivert, dus de vleugelspelers. Maar niemand heeft eigenlijk lager dan een 9,4, behalve dan de doelman Zoet. Dit is 1 doelpunt heeft geïncasseerd. Maar het is een heel lekker potje. We gaan het door naar de laatste. Kijken of we die ook kunnen winnen. Maar dit is qua statistieken een heel lekkere wedstrijd. Oké, deze tegenstander heeft een relatief oké team. Ronaldinho, Ronaldo, Petit. Dit is wel moeilijk voor ons team van Eredivisie Forms. Ik ben heel benieuwd. Het wordt een leuke wedstrijd. Dit wordt dan het potje. Kan ons scheidbakken voetbal overleven tegen Ronaldinho, Ronaldo en alle andere wereldsterren? We gaan het zien. Lozano wil dit in ieder geval wel graag. Dan gaan we naar kop. Verdedig het werk. De Ligt, doe het. De Ligt, de enige die een beetje kan verdedigen. Arias, doe het samen. Nee, laat hem niet nu al scoren. Dit is lekker. Arias, kom op. Let's go. We kunnen dit niet meteen al gaan weggeven in de eerste paar minuten. Oké, dit is het probleem. Kom op, Arias. Lekker gedaan. Ronaldinho. Wie is dat nou? Nog nooit van gehoord. Arias, die heet hem in zijn broekzak. Het maakt hem allemaal niet uit. Oké, we kunnen counteren. We moeten alleen gewoon goed zorgen dat we de ruimte gebruiken. Dus we moeten zorgen dat wij zijn verdediging goed doorlezen. Dus Kluivert, door naar Locadia. Dit moet de kans zijn. En hoezo mis je die? Kom op, Locadia. Die moet er toch wel in. Ja, dit is jammer. Ja, Ronaldo schiet, Ronaldo scoort. Dat is gewoon het verhaal.
Ik kon hem niet stoppen op de een of andere reden, wat ik ook deed. En het is 1-0, ja, omdat hij hier dus scoort. Een beetje jammer, want ik dacht dus hier dat ik de bal zou hebben. Viel tegen. En dan is het een doelpunt dat hij gewoon een keertje schiet. Ja, Labiat, dit is de ruimte die we nodig hebben. Dit is de ruimte die we nodig hebben. Labiat, haal maar uit. De Gea stopt hem. En dan is dat dus de tweede kans die er niet ingaat. En dat is heel erg zonde, want we krijgen de kansen wel. En hij hoeft alleen maar te schieten, te scoren. Wij moeten met iets meer moeite doen. En dan moet deze paas goed zijn. En dat is hij helaas niet. Kom, we kunnen het. Kluivert, daar is de ruimte die we nodig hebben. Dit moet 1-op-1 zijn en weer geen kans. Die De Gea, die houdt hem zo in de wedstrijd. Dat is de derde kans die er niet ingaat. Pereiro, rennen jongen. Kop, zoek die ruimte op. Daar is hij, via Lozano. Paasje nu. En die moet goed zijn. Berghuis, zo kop je die zo duidelijk naast. Hoe kan dat? Labiat, kom op, hou uit. Nee, op de lat. Het wil niet lukken. Wat ik ook doe, het komt niet goed. Helaas, ik zie het nu al dat we dit gaan verliezen. Oh ja, dit is alles wat ik nodig heb. Dit is alles behalve wat ik nodig heb. Kom, trap hem onderuit. Ja, ja, ja. Het is een mooi doelpunt. Maar het maakt toch niet uit wat ik doe. Want hij schiet gewoon. Hij scoort zoet is kansloos. En dit is heel jammer. Want ik heb eigenlijk gewoon de betere kansen. Alleen ja, als ik hier iets probeer. Kijk, ik probeer hem daar gewoon af te pakken. Het lukt niet. En dit is gewoon een fenomenaal doelpunt. Ja, daar kan ik niks anders van maken. Kom, Locadia. Ja, dit is lekker. 1-op-1. Nou, deze moet erin. Maar ja, het lukt gewoon niet. Oh, dit is al de vierde kans die er dan niet ingaat. Ik weet niet waar het aan ligt of mijn afmaken nou gewoon niet goed genoeg is. Maar die De Gea, die houdt hem zo in de wedstrijd. Nou, Locadia, ik krijg nu alle ruimte om een keer te gaan scoren. Dus doe het dan ook, Locadia. En dit is dan toch eindelijk het doelpunt 2-1. Hij is dit keer geklopt. En we hebben nog één doelpunt nodig voor 10 minuten nog van deze wedstrijd. We moeten dit kunnen, we hebben zoveel kansen gehad. Kom op, het kan allemaal nog. Wat gaat hij nu doen? Ja, hij gaat nu een skill movie doen. En dan moet ik hem vanaf hier afpakken. Oké, kom op. Laatste kans van het scheidbakkenvoetbal. Neres, penalty. Ja, kom op. 90ste minuut, penalty. Dit kan het moment zijn. Dit moet het moment zijn. Kom op. Als we deze scoren, gaan we nog naar de extra tijd. En vanaf daar kan alles nog. 90ste minuut, penalty. Na al die kansen die we gemist hebben, zou het niet helemaal onverdiend zijn. Wie is hier de man die penalties kan nemen? Is het dan onze man T? Die kan eigenlijk niet zo heel goed. Dan doen we het lekker met Kluivert. Die 86 penalties. En deze moet erin. Kom op, Kluivert. Laat het zien. Laat zien dat je het kan. Ja, in het hoekie. En dat is de 2-2. Kom op, 90ste minuut. Justin Kluivert schiet hem erin. En we zijn terug in de wedstrijd. Kom op, extra tijd. En dan gaan we hier toch nog niet helemaal verslagen uit. Zoals je ziet is qua kansen redelijk gelijk. 11 schoten van mij tegen 7 van hem. Maar van 4 op doel van hem en 8 van mij. Maar eigenlijk al zijn schoten zijn buiten de 16. Terwijl er van mij best wel wat binnen de 16 waren. Er is hier meer uit te halen. En dat gaan we ook zeker proberen. Ik ga even Lozano op de rechterkant zetten. Kijken of dat het verschil gaat maken. Want ik wil deze wedstrijd toch wel graag winnen. Labiat, dit is lekker. Zoek die ruimte op. En nu naar Neres. Naar de vrije ruimte. En dit is hem dan. Kluivert, kom op. Dit is de kans die we nodig hadden. 2-3, 113e minuut. Het is Kluivert die hier het verschil gaat maken. Kom op, 2-3. We kunnen dit winnen. We moeten dit eigenlijk ook winnen. En dat is het dan lekker voor het scheidbakkenvoetbal. Wat hier dan met de overwinning naar huis zou gaan. Nee, 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 nee. Zoet, 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 zoet heeft hem. Lekker, bal vasthouden. Kom op, en dan winnen we. Laat het zien, zoet. Gaan we een lekker tijd rekken. Helemaal geen problemen mee. Dank u wel. Gewonnen. 2-3 vanaf 2-0 achterstand. En we hebben dus gewoon gezegevierd tegen dit team. Dit is wel heel erg lekker. Het scheelde niet alles. Maar het was uiteindelijk geen onverdiende overwinning. Want we hadden zoveel kansen. En we komen hier dan toch met de overwinning naar huis. Nou jongens, ik ben echt enorm trots op het team. Je hebt gezien dat we dus met onze spelers, ondanks dat T of verdedigend mid speelde. En dat we heel veel spits op center mid hadden gezet. Dat het uiteindelijk dus gewoon goed is gegaan met ons. Dat we dus hebben gezegevierd tegen de moeilijkste tegenstanders. Ik ben echt heel erg optimistisch en positief tevreden over hoe het team gespeeld heeft. Ik vind het oprecht echt grappig om te spelen met dit soort teams. En je ziet hier dat je zelfs met de raarste combinaties toch wel nog leuk voetbal kan brengen. We hebben dus vooral ook de hoofdact gezien van Kluivert, Lozano, Locadia. Ze waren allemaal enorm belangrijk. Ook in de verdediging was het dus Neres en Berghuis die het verdedigend werk leverden. En al met al was het echt een topteam wat je van het eerste aanzicht niet eens ervan zou zeggen. Vergeet deze video natuurlijk niet te liken als je het niet gedaan hebt. En ook te abonneren als je het ook niet gedaan hebt. En je kan natuurlijk ook altijd volgen op alle andere social media. Instagram, Twitter. Daarvan zie je alles wat ik momenteel aan het doen ben in Madrid. En dan zien jullie dat ook vanaf daar allemaal. Tot de volgende video, jongens. Later.